Hey! En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op CavRide. De tweede dag hier in Blackpool Pleasure Beach, mensen. Ik heb een colaatje, ik heb mijn benzine weer. We gaan weer op pad vandaag. Tweede dag hier in Blackpool Pleasure Beach. En het is een stukje drukker dan dat het gisteren was. Ja, maar echt. Maar we hebben gisteren alles gehad, dus... Oh nee, die blauwe haven nog niet. Nee, we hebben enkele dingetjes nog niet gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan er vandaag weer een topdag van maken. Kijk, hier is het begin van het park. Er staat gewoon een hele rij voor Grand National. Nou, ik kan niet begrijpen dat je daarvoor in de rij wil staan. Eerst gaan we even naar de souvenirshop, want Quincy moet eventjes een zonnebril halen. Mocht je nou benieuwd zijn hoe lang je moet zijn voor elke attractie, hier staat het allemaal beschreven. Mensen, ze hebben hier gewoon een paardenrace. Nou mensen, we wilden net wat gaan kopen in de winkel. Quincy wilde een zonnebril kopen. Maar ja, Quincy, ze accepteren hier geen maestro-kaarten. Dat is één ding. Nou ga ik lekker pinnen. Ja. 20 pond is 28 euro. Dat is echt niet doen, hè? Ja, ze doen dus zeg maar hier, doen ze dan altijd doen ze... je hebt betaald en voor de wisselkoers betaal je. En je betaalt voor het cashautomaat. Oftewel, normaal gesproken is 20 pond, zal denk ik zijn 22 euro of zo. Dus er zouden zo'n 6 euro bij komen. Dat is echt bizar. Dus ja, dat gaan we dus mooi niet doen. Ze hebben hier ook een fonteinenshow. Je komt hier elke 30 minuten. Oh, dat was het. Leuk show. Nee, maar dat is een beetje balen, want weet je wat het is? Ik wil merchandise kopen, hij wil een zonnebril kopen. Oh, ik maar meenemen denk ik, hè? Kijk, hier maken ze foto's van je. Moet je wel betalen. Maar hij gaat er gewoon voor op de grond liggen. Nou, dit is wel echt leuk gezellig personeel. Waar gaan we dat maken? Maar zo zijn ze niet allemaal hier in het park, hoor. Waar moeten we nou heen? Waar wil je in? Nou, ik wil een zonnebril kopen. Oh, je wil een zonnebril kopen? Oh ja. Haal het nog. Zo hard gaat het hier, dat je mensen helemaal schillen. Ja, dat is echt, maar dat zijn allemaal lege plekken. Mensen, wisten jullie eigenlijk dat de Big One komt uit 1994? Wat een fantastisch jaar was dat, hè Quincy? 1994. Ik heb veel foto's gemaakt. Wie verplaatst hier toch ook steeds die borden? Ook wel leuk om te vertellen mensen, op het moment dat wij dit opnemen is het in Nederland 26, 27 graden. En hier is het 16 graden. 17, 18 graden. Ja, maximaal. Maar weet je wat de grap is? Daar is gewoon een verschil van 10 graden. En ik vind dit de perfecte temperatuur. Zo ver zijn we eigenlijk niet van Nederland als je zo kijkt. Nee, dat inderdaad. Maar ik vind dit de perfecte temperatuur. Ik vind 27 graden, dan ga ik echt dood. Het is echt too hot voor mij. Maar ik ben gewend. Deze temperatuur, gewoon 17 graden, perfect. Houden we zo, zonnetje. Niet warmer, niet kouder. Oh, een heerlijk, heerlijk, heerlijk inversie is dit. Maar ja, Quincy wilde niet in de Icon, nee, want hij heeft zijn zonnebril nog steeds niet. Nee, ik ben echt heel boos. Alles is dicht. Ja, het was heel grappig. De Icon shop was dicht. Alles is dicht. Maar wat wel open is, is de Big One. Dus we gaan in de Big One. Geluid hè mensen. En zo'n Rollercoaster Tycoon 2 geluid. Maar het is dus een leuk feitje over Blackpool Pleasure Beach. Ik werd gisteren aangesproken over het filmen. Je mag dus niet filmen in het stationsgebouw of in de wachtrij. Nou, nu is dit wel de wachtrij. Maar eigenlijk mag ik dus vanaf hier, waar de medewerker staat, eigenlijk al niet meer filmen. Jongens, we komen net uit de Big One. En we waren heel gezellig, zaten we naast elkaar. Ik vind het super gezellig, want jij durft niet achteraan te zitten. Ik ben blij dat je achterin bent geweest. Je durft alleen maar voorin. Ja. Godsamme. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Hij is niet soepel. Behalve, sorry. Ja, maar het is wel een gave experience. Want weet je, eigenlijk is het mooiste van deze attractie eigenlijk gewoon de lift heel. Want ja. Je hebt zo'n mooi uitzicht over het hele park, over de zee, ja, alles. Dat is het enige wat ik er leuk aan vind, het uitzicht en de remmen. Naast de baan heb je zeg maar van die bordjes die staan over, ja. Ja, over hoe hoog je zit, maar dat is uitgedrukt in voet. Ja, wij kennen geen voet. 250 voet, ja wat is 250 voet? Ja, nu allemaal mensen allemaal boos in de comments, weet je wel. Ja, het is gewoon... Wiskunde zeggen ze dan. Ja, wiskunde is voor mij heel lang geleden. Maar luister dan,
Nee, ik weet toevallig dat 33 voet is 10 meter. Nou, maar goed. Ik heb oprecht net een briefje ingevuld voor hun dat ze muisgaan moeten gaan openen. Ja? Ik wil een complaint. Ja, zeg ja, is dat possible? I want that budget. Yes. Nu hebben ze zo'n briefje daar hangen zo. Accept Maestro card. Oh, echt waar? Ja, want het zijn heel weinig Nederlanders. We zijn eigenlijk de eerste geweest met het evenement hier. Ja, dat is inderdaad wel trouwens eventjes leuk om te vertellen. Wij zijn hier gekomen, 2 dagen. 1 dag hebben we betaald, hebben we online geregeld. Online is het goedkoper als, als ik het hier ter plekke zou betalen. Het scheelt 18 euro eigenlijk, zo 18 pond zoiets. Het is 39 pond. Het scheelt 16 pond. Ja. Maar de entree hier is 39 pond normaal. Omgerekend zal dat zo'n 45 euro zijn, denk ik. Ja. Dat is wel duur. Maar ja, je krijgt wel heel veel aanbod, wees eerlijk. Ik ben echt boos. Ik had echt een hele mooie iConpad. 14 pond, hè, heel duur. Ja. Maar het gaat gewoon niet. Ja, nou ja, heel duur, dat valt wel mee. Ja, maar we gaan even kijken. Icon Shop. Super vette merchandise ook gewoon van Icon, maar ze verkopen hier ook gewoon merchandise. Ja, het is echt, het is heel breed allemaal. Valhalla tasjes, Valhalla schip had ik gisteren al laten zien. Valhalla mok. En die mok, moet je eerlijk zeggen, is heel groot, hè. Kijk hoe groot die mok is. Van de Big One zijn ze nog groter, die staan daar. Ze zijn echt heel, maar die andere ook. Zo'n mok is dan 13 pond, dat is dan nog in principe wel een oké prijs. Uitgerekend 50 euro of zo. 15 euro, maar ja, kijk, en deze mensen, deze echt hoor, kijk eens even. Op beeld lijkt het niet zo groot. Kijk, op beeld lijkt het gewoon een normale mok. Nee, maar dit is echt heel groot. Maar je moet even het hoofd van Percy ernaast kijken, dan kan je zien hoe groot die is. Fantastisch grote mok. En die is dan weer ook 13 pond, dus dat valt in principe wel mee. Nou, je hebt ook allemaal pins en je hebt sleutelhangers, je hebt echt een heel breed aanbod. Maar deze wil ik sowieso kopen ook. Maar deze, ja, kijk, weet je wat het leuke is? Als je iets wil kopen, ja, gaat gewoon niet. Jongens, we zijn op zoek al de hele tijd naar een pinautomaat. Maar het nadeel hebben we net al verteld, je moet zoveel bijbetalen. En in de Icon Shop kon je hem dus ook niet betalen. Nergens kan je ineens meer met pin betalen in het park, oh, tenminste Maestro. Gisteren hebben we gewoon eten gaan bij de Burger King en dan kon ja, dat kan wel. En hoezo kan het dan dat die automaatjes wel Maestro accepteren? En dat snap ik niet, want alles zou hetzelfde moeten zijn, toch? Lijkt me dan. Zo mensen, ondertussen zijn we in een nieuwe achtbaan geweest, tenminste een nieuwe achtbaan voor mij. Een nieuwe coaster credit erbij, namelijk de Blue Flyer. En je ziet hem hier achterin nog staan, de Blue Flyer. De vierde houten achtbaan in dit park. En dit is de layout zeg maar een beetje. Het zijn eigenlijk alleen een beetje een paar heuveltjes. En dan maak je een bocht in die... Ja, dat geding en dan kom je weer terug. En dat is eigenlijk letterlijk de achtbaan. Het zijn eigenlijk 2 heuveltjes en dat is het. Maar je mag het officieel meerekenen als een coaster credit. Ja, nou hebben we ook weer gedaan. Kunnen we weer pleiten. De volgende achtbaan. En daar staat onze Quincy. De medewerker is ook gewoon weggelopen, weet je wel. De medewerker is gewoon echt weg. Weten jullie nog dat we in Hellendoorn waren? De drakennest. Staat hier ook. Staat hij? Dat ding daar. Maar het is hoger. Ja, hij lijkt wel iets hoger, maar het kan ook opgebouwd. Het kan ook, ja, ik denk dat het is, maar het is gewoon hetzelfde eigenlijk, hè? Gewoon op en neer en draaien. Ik ben geen groot fan van die attracties. Net zoals Madmill, Chaos. Hoeft van mij niet. Kijk jongens, hier hebben ze ook een lochvloem. Zou je denken, leuke lochvloem. Dit is de drop en dit is het, hè Quincy? Dit is de hele lochvloem. Dus letterlijk, je gaat hier zeg maar... Kijk, je gaat ook heel traag. Je komt amper vooruit in die bootjes. En dan maak je hier zeg maar een bocht. Ga hier de lift erop. En dit is een splash. Je wordt wel nat in deze lochvloem. Het gaat zo hard haar hoofd stoten in de voorkant. Dat is zo waar. Dus kom, zullen we het vloggen? Ja. Jongens, daar staat gewoon die hond van Wallace en Cromit. En die is zo schattig. Kijk, daar staan ze, Wallace en Cromit. Hallo Wallace en Cromit. Hallo poppetje. We gaan er zo even in, dat is een leuke attractie. Kijk jongens, als je hier dus wil pinnen, kijk, je wil bijvoorbeeld 10 pond pinnen. Dan komt er dus 3 pond bij, dat is dus 13 pond. Nou, dan breken ze de koers. 1 pond zien hun als 1,25 euro. Betaal je dus 16,35 euro voor 10 pond. De Bob, de Avalans. De Bob van Blackpool Pleasure Beach. Hier halen ze hem niet weg. In Nederland halen ze hem wel weg. Maar dit mensen,
is zo'n type als die in Park Asterix staat, in Heidepark staat of in Europapark staat. En ik ga je zeggen dat ik denk ik dit de beste vind. Ik ga ook uitleggen waarom. Deze is gewoon soepel. Die in Heidepark... Door alles heen. Ja, alsof er is heel veel G-kracht in. Hij komt zelfs een stukje van de baan af. Ik denk dat ik dit de beste vind. Hij is kort maar krachtig. En die in Heidepark bijvoorbeeld is mega onsoepel. Je schudt helemaal als een gek in dat ding. En daarom wilde ik even vergelijken met die van Heidepark en deze. Deze beter. Oké, we gaan nu eindelijk jouw bed kopen, Quincy. Ja, combinatie of uitverkocht. Nou, uitverkocht. En ik ga ook even merchandise kopen, want we hebben eindelijk contant geld, Quincy. Ook echt een van deze. Die remmen daar zijn zo erg. Wij gaan in de paardjesattractie. Maar deze heeft een hele aparte naam. Kun je die uitspreken? Derby. Oh, wat een gaan. Iets met stiepele. Dat was het. Ik ga zo even kijken hoe die heet. Ja. Maar het is een leuk baantje, maar het is heel... Ja, ook bij het best uitleggen. Ja. Het is gewoon heel old school. Heel old school. Ja. Maar je zit er echt zo op met een riempje. Je hebt alleen maar een riempje. Dan ga je over die baan heen, maar die banen zijn nog best wel scherp. Er zit ook banking in, ook gewoon banking en dat zit ook in Wallace & Gromit. Allemaal banking. Nou ja, ik zie ook graag wel hier heel vaak. Ik kan wel echt precies zien. Wallace & Gromit, kijk. Waar dan? Kijk, door de bekwang. Oh ja. Dan moet trouwens wel naast redden. Wat ik ook leuk vind, mensen, destijds hebben ze de icon hier gebouwd. Heel last minute. En kijk even waar ze dat allemaal doorheen hebben moeten bouwen. Daar ook, daar kijk je. Dat is echt, ja, maar dat is knap gedaan. Kijk, wat zelfs de Big Dipper gaat hier doorheen. Dus de Big Dipper gaat hier doorheen, alles gaat door elkaar heen. Dat vind ik altijd zo mooi aan het attractiepark als ze zoiets hebben. We zijn net trouwens bij de Burger King geweest. Even lekker eten. Nou, maar je mag natuurlijk weer niet eten en dan mag rijden, ja? Ik ga voorop, ga jij achterop. Wie gaat er in midden dan? Ja, middenop. Rob. Quincy, ja. Heb je nou pet gekocht? Ik heb een pet. Icon pet. Zie je dat? Van de Icon. Echt mooi. Nooit meer. Een mooie steenbeelden maken. Hoe duur was het, Quincy? 15 pond. 20 euro. Ja, zoiets, ja. Met al die toeslagen erbij, weet je wel. Zo duur allemaal ook, hè. Kijk, alles gaat om elkaar. Het is zo mooi om te zien. Dit. Vet, hè? Mooi beeld. Ja, prachtig. Jammer dat het jongens, kijk eens eventjes. Echt leuk, dit Pikachu. Een Pikachu winnen! Maar nu komt de grap, hè, Quincy. In elk park kan je Pikachu winnen. Maar in elk park is het om hem in zo'n tonnetje te gooien. Maar hier moet je hem niet in een tonnetje gooien. Hier moet je hem in een tonnetje gooien. Maar dan moet je hem eerst tegen het bord aan en dan in een tonnetje. Is wel anders, hè? Maar goed, Quincy wil heel graag naar de Valhalla. Nee, ik wil gewoon zonder bril. Dus ik word gedwongen om nu in Valhalla te gaan. Maar dat vind ik niet erg, want het is mijn papapparaat van het park. Dus in dat geval gaan we naar Valhalla. We komen trouwens net uit Revolution. En wat vond je ervan, Quincy? Je houdt niet zo van airtime en je durft nooit achteraan. Ja, deze viel echt mee. Maar ik heb je voor elkaar gekregen. Zo, ik heb het voor elkaar gekregen om jou voor het eerst in mijn leven achterin een attractie te krijgen. Wat was je ervaring, Quincy? Ja, ik vond mij wel meevallen deze. Ik ben wel gauw wel vaker achterin, hoor, daar niet van. Niet bij achtbaan die ik nog niet ken voor het eerst. Ja, maar je moet je voorstellen, als je deze attractie ziet, dan denk je echt van, nou, dat is niks, weet je wel, het valt wel mee. Maar dit heeft meer G-krachten en ja, G-krachten, airtime, dan dat je denkt. Oké, okay. Er staat gewoon een Ninja Turtle. Hallo, Ninja Turtle. Maar ja, daar gaat de auto af aan. Op de achtergrond. Wat deed hij dan? Ja, daar ging springen. Echt? Hey, zullen we anders even in die Bumping Frogs gaan? Van Fantasialand. Dat zijn deze. Die echt leuk. Over balletje in het tonnetje gesproken. Hier hebben ze het wel. Hier kan je geen Pikachu winnen. En daar wel. Ze hadden eigenlijk moeten omdraaien en de Pikachu weer winnen. Maar het zou misschien een beetje raar zijn, omdat dit Nickelodeonland is. En Nickelodeonland zou het raar zijn als je daar een Pikachu zou winnen. Maar Pikachu is niet Nickelodeon. Pikachu is... weet ik niet. Maar niet van Nickelodeon. Heb je ook
modelletje staan, wat ik er eigenlijk over had, dus hebben ze dus wel. En hier is zo'n beetje duur, 30 pond, voor een Valhalla boot. Heel erg gaaf om te hebben. Hey Quincy, heb je Swag gekocht joh? Oh kijk, Wicker Man, dat is van Alton Towers. Dat is heel grappig, we hoorden net een paar mensen we in de wachtrij het over de Smiler hebben. Ja, dat is hier natuurlijk heel normaal in Engeland, de Smiler staat in Engeland. Alton Towers. Als je nou het wil hebben over Alton Towers, je wil weten Alton Towers. Ik heb vorig jaar een Alton Towers vlog gemaakt, twee om er niet te zijn. Wil je nou kijken? Moet je even terugkijken op mijn kanaal. Ze willen gewoon niet gekocht hier. Wat heb je nou gekocht? Een zonnebril en een poncho. Want hij gaat toch mee in Valhalla. Ja, maar ik ga even iets leuks vertellen mensen. Het personeel hier is letterlijk zo van heel helpvol en heel een gesprekje met je aangaan. Heel aardig. Ja, er zijn bijna geen woorden voor. En oh nou ja, in dat geval, dat past wel een beetje bij je. Is dit het? Oké jongens, ik ga jullie even een grap vertellen, ja. Quincy heeft hier een poncho gekocht, want hij wil niet nat worden in de Valhalla. Maar hetgene wat het natste wordt, zijn je benen. Ja, en schoenen, maar dat maakt niet zoveel uit, dat droogt wel, maar ik bedoel... Oké, kom maar gaan. Oh my god. Quincy, ik ben nog natter dan gisteren. En ik loop in mijn t-shirt. Ik kreeg echt een vol water over me heen. Het is echt bizar. Weet je wat de grap is? Kijk, hij heeft dus een poncho gekocht. En kijk naar zijn broek. Ja. Het heeft gewoon niks geholpen. Maar ik ben dus letterlijk... Dit kun je uitwringen. Kijk. Uitwringen. En dit kun je ook uitwringen. Maar dit is droog. Nou. Oh jongens, we gaan in Alice. Even lekker naar Alice. Hallo Alice. Oh, wat leuk hier binnen. Ja, la 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 la. Het stinkt hier een beetje naar, ja, ik weet niet. Roker Hotel. Roker Hotel ook echt. Oh, we willen ook bij zitten. Oh ja, kut. Oh, Jezus Christus. Nou. Hey papi! Kijk, Quincy, dat is papi. Dat is echt. Ja, hè? Oh. Hoort de slang! Lion King. Is gewoon hier, hè? Is gewoon hier allemaal. Kijk, daar ben ik ook altijd. Zag je, dat was echt de haarspelbocht, Quincy. Haarspelbocht! Was dit een... A few minutes later. Oh jongens, we zitten in het spookhuis. Oh! Quincy, ik heb ook meegemaakt bij dit. Wow, die rook. Nou, die was wel mooi hoor. Ik durf niet meer, ik wil eruit. Ik wil er ook uit, ik ga niet mijn beugel af. Oh, er is geen beugel. Oh, nou in dat geval. Ik ben zelf net zo eng eigenlijk. Oh, jongens. Oh.
ben gechoqueerd van deze attractie. Ik vond gechoqueerd. Ik vond het heel eng. Heel eng. Nooit. Morgen weer? Morgen weer. Grappig mensen. Hier is zo'n watershow bezig. En er staat letterlijk daar staat een geel hesje. Hier staat een geel hesje. En met een fluit weet je wel dat je er niet overheen mag lopen. Wisten jullie al dat de Big Dipper komt uit 1923? Die achtbaan is al gewoon al 96 jaar oud, hè? 96 jaar die houten achtbaan. En nog best wel soepel voor zijn leeftijd. Maar we gaan even in de arcade. Even al ons geld uitgeven. Dan gaat ze 10 cent. Kijk wat er aan gebeurt. Het is omgerekend van 12 cent, hè? Wat je er nou in gooit. Maar dit past gewoon niet. Oh. Nou jongens, dat muntje schuiven dat werkte dus niet met 10 pennies. Ik weet niet wat voor geld ik erin gooi. Ik gooi maar wat erin. Ik zie wel hoe het liep, maar ja. Ja, maar de Big One, hè? Dat is we gaan in de Big One. We gaan daarheen voor de Big One. We gaan dus dat balletje in de bak spel spelen. Wat we in Movie Park ook hebben gedaan. Wat we in Movie Park hebben gedaan. We weten hoe het moet. Ik weet hoe het moet. En ik weet nu al, ik ga het allemaal vloggen, maar Quincy gaat zo erg misgooien. Mensen, één keer spelen 2 pond, 3 keer spelen 5 pond. En we willen dus zo'n aap, zo'n luipaard. Of hoe noem je zo'n ding, Quincy? Hoe heet zo'n ding? Hoe heet zo'n ding, Quincy? Zo eentje. Ja, ik wil die Yves. Hij doet me altijd denken aan die film, weet je, die film van Zootropolis. Daar heb je dus ook die aap. En die is echt fantastisch. Het is echt een geniale scène is dat van Zootropolis. We gaan dus spelen voor zo'n Yves. Kijk hoe we het doen. Kijken ja. hoe dat werkt. Ja, niet. Ze is zo moet het ook inderdaad. Ze moet hem busten. Onderkant met die raken. Yeah, it's better be straight up. Ze krijgen wel een second chance. Nee, dat is te hard. Gooi. Je moet niet zo hard gooien. Ah, yes. Two balls, you want again, both to stay in the bucket. Get to hit the front of the bucket, get it to roll in, alright? Okay, let's try it. There you go. You can't put your hand over the red line as well, mate. You can hover over, just not stretch over. Oh, there's one! Oh, nearly gone a bit higher. Twee pond! Jongens, luister dan, ik heb zoveel geld uitgegeven voor dit. Ik heb geen geld. People, please! Can I get the three games? Ik ga helemaal gek, mensen. Ik ga helemaal gek. Hey Quincy, probeer even een trucje uit. Ja, jij mag ook één keertje, ja? Moet ik een keertje? Ja. Oké. Okay. Yes, Dutch credit card. This is so frustrating. Hoeveel moet je daar eigenlijk ingooien? 1 of 2? Komt-ie. Zo zonde. Oh, ik moet ook nog een keertje gooien, oké. Okay. Ah, ja, luister, ik wilde hem tegen die bovenrand aan gooien. Je moet hem eerst de onderkant of de bovenkant raken, Quincy. Weet je nog? Bijna, nog één game. En dan is het gewoon 5 pond. Ja, oké. Okay. Ja, heel makkelijk. Die kant is heel makkelijk. Ja, dat is zo waar, hè. Give me a moment, okay? Give me a moment. Oh, nearly. That's one. Dat is echt heel spannend. Ja, maar echt. Ja! Fuck! Gotta get involved in to win your prize. Oh. Dus je moet nog eentje. At least you know how to do it now. I'm going home. This is so disappointing. Ik ga zo stuk hier. Ik schreeuw heel het zaaltje bij elkaar. Ik ga dat niet nog een keer doen, nu mag jij. Ga je niet meer? Oh my god. Okay, so if I buy one more, and I throw one ball in. No. Let's start again. God. Oh, je moet ze alle twee erin gooien, of hoe werkt dat? Is het voorspel? Okay, then yeah. I just lost 8 euros. It's difficult. Sorry about that. No problem, mate. Yeah.
Ik ga je zo fucking stuk op, mensen. Weet je waarom? In elke vlog behandel ik dit spel. En we laten in Movie Park zien hoe het moet, weet je wel. En dan komen we hier om het te spelen. En dan gooit het één keer erin. No, ik helemaal you, have bij, to, you have to do it. Oh, ik ga je zo stuk op, jongens. Ik ga nu kijken hoe ik kwijt ben aan dit. Ja, heel veel. Oh. Want je hebt natuurlijk 7 pond besteed, hè? A few minutes later. Nou, hij gaat nog een keer, want hij kan het niet hebben dat hij die Iep niet wint. Hij wil de Iep winnen. Van dat monkey. From the Netherlands. You came here from the Netherlands to here to win this one. Yeah. So. Just for that, zegt hij ook echt. Hij praat gewoon met je mee. Oh, ik wil. Oh, dit is zo. Damn Iep. Beep, Iep? Ja, Iep. Je kan niet zelfs contactloos betalen, Quincy. Daar gaat hij weer, hoor. Even niet. Even concentratie. Oké. Okay. Oh, wat? Right, technique. Oké, okay, dus see, ik moet ook... First one, if it's just a little bit further over in the stadium. Ja, yeah, I don't know how much degrees it is, actually, but... Yeah, I can... What take that? Oh, dit is echt heel spannend nu. Nou. Kom op. Ze moeten er allebei in, hè, Quincy? Right even wachten, joh. I'm so stressed right now. I'm too stressed right now. I can't do this. Okay. If you get this one in, I'll give you another ball for free to try and win. Okay. Ah. I lost 10 euro's. Ik ga het nooit meer doen. Ik stop met het spel. Nou, nog een keer dan. Ja, ga weg. Hij heeft nog een keer gespeeld. Hij is zo'n 13,50 kwijt. Binnen 5 minuten. Dus dat doe je heel snel, kun je zien. Dat doe je heel snel. Binnen 5 minuten 13,50 euro uitgeven. Doe je heel snel. Maar luister. Gewoon niet gewonnen. Dit is toch hilarisch? Zo, we zijn in de rij voor Icon. Dit keer wil ik Icon achteraan doen, want achteraan is hij veel beter. Ja, Quincy durft natuurlijk nooit attractie achteraan te doen. Helemaal weer boos, weet je wel. Ja, ik ben heel chagrijnig, mensen. 13 euro kwijt, hè. Aan een spelletje wat ik gewoon niet win. En ik heb het je nog zo uitgelegd in de Movie Park voor hoe het moet. Zo, mensen, ik kom net uit Icon. En dit keer zat ik achteraan. En achteraan is hij zoveel beter als vooraan. Vooraan is het een beetje een moi baantje. En achteraan heb je een heel klein beetje het gevoel dat je toch nog in Toron zit. Hey, goed uitgelegd of niet? Goed, ik loop hier tussen de schuttingen. Beetje armoe. Maar ik moet weer eens wachten op Quincy. Want Quincy durft weer eens niet achterin. Die moet alweer per se voorin. En dan moet ik weer op hem wachten. Oh, kan niet meer. One eternity later. Nou, daar ging die, hoor. Moest weer per se vooraan zitten, die jongen. Quincy Mensen heeft echt een domme logica. Leg het even uit. Hij zegt tegen mij, ik ben echt blij dat de belasting binnenkort mij weer uit gaat betalen. En dan snap ik met zo'n uitkering van je. Kijk mensen, je hebt hier ook het Coasters restaurant. En de Coasters restaurant, daar kan je lekker iets. Het ziet er heel luxe uit. Iets en drinken. Zo. En dan kan je lekker drinken en eten. En dan zie je binnen, het is een stervensdruk. Kijk, dan hoor ik je denken. Was Quincy nou het overdrijven gisteren? Nee. Quincy meende het dus dat hij deze attractie zo onsoepel vond, de Infusion, dat hij nu niet nog een keer mee wilt. Moet ik weer alleen gaan? Ik kan godverdompjes net zo goed alleen op reis gaan. Ja, dat is ook de reden waarom ik vaak wel als alleen op reis ga. Zodat je gewoon je eigen ding kan doen. Hoi. Hier, ik heb vlogge kennis hier wel in Engeland. In Duitsland heb ik heel raar aangekeken. Maar goed, mensen. Het ziet hier zo fantastisch mooi uit, hè? Maar ik vind het dus oprecht, zeg maar, de beste SLC van allemaal die ik heb gedaan. En ook de eigenlijk toch wel soepelste en de snelste. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil je eigenlijk wel nog een keertje in. Nu is het wel open, de terrorific terror dinges. Er zat een mannetje buiten daar, heel eng. Maar dat kost dus gewoon £8.50. Oftewel omgerekend iets meer dan €9. Nou, dat gaan we niet doen.
Mensen, ik heb gewoon merchandise gekocht. En ik kom binnen. Ik heb 54 euro 50 uitgegeven voor plus 13 euro. Ja. Ik ben echt skeer nu. Ik meld dit mensen skeer. Weet je wat de grap was? Nee. We waren in de Icon Shop. En we vragen aan die vrouw, doe je accept maestro? Ze zegt, no, sorry. It's not possible. En zo'nzelfde automaat staat hier aan de uitgang. En ik zag een sleutelhangertje van Grand National. Ik denk, ja, die wil ik eigenlijk wel hebben, gewoon voor de grap, ja, weet je wel. En ik dacht, ja, lachen, Grand National. Wacht even. Rechts. Ja, de auto's rijden hier links. Rechts, links. Altijd rechts, links kijken. Wacht, nee, je moet daar kijken. Nou, maar, dus nu komt de grap. Is de grap al geweest? Nee. Dus ik ga hem, ik wil dus zo'n sleutelhangertje van Grand National. Ik binnen, doet hij het gewoon. Dus Quincy heeft vandaag gewoon 54 euro uitgegeven. Voor niks. Nou, mensen op de achtergrond op Blackpool, Pleasure Beach. Hier de pier van Blackpool. Wil ik hier deze tweede dag in Blackpool Pleasure Beach afsluiten. De derde dag al. Derde dag? Nee, maar niet in Blackpool Pleasure Beach. We gaan zo weer verder vloggen voor de Blackpool vlog die jullie al gezien hebben. Dat is de hele grap. Dat hebben ze al gezien. Weet je trouwens hoe meer de grap is? Nou. Dit was gisteren gewoon al dicht. Ja. En nou is het best een hotel. Nu is het ineens een hotel. Maar goed, we gaan deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie nou afvragen hoe zijn jullie hier precies gekomen. Nou, wij zijn hier dus gekomen. Met het vliegtuig. Met de trein. En lopend. En dat was het. En lopend. Ja. En we hebben dus een hotel heel dichtbij gehad. We zijn 2 dagen geweest. 1 dag met het Efteling abonnement. Leuk feitje om te weten. Ze zeiden dat wij de eerste bezoekers waren met het Efteling abonnement die hier zijn gekomen. Ja. Dus dat betekent dat er dus echt letterlijk geen Nederlandse mensen hier zijn geweest op die manier met ja, elkaar. Precies. Dus het is hier niet zo in trek voor de Nederlanders. Dus ik zou zeggen mensen, en we krijgen hier niet voor betaald, kom hier naartoe. Want je hebt genoten of niet? Het is echt leuk. Superleuk. Echt een leuk park, hè? Ja. Heb je nou ook niet zoiets van, ik zou nog wel een derde dag willen? Nee, echt niet. Nee, sorry. Niet? Nee, ga je na 2 dagen... Oh, dat vind ik echt heel erg dat je dat zegt. Nee, maar ik heb het na 2 dagen heb ik het wel gezien. Nee, ik heb... Ik zou hier echt nu nog wel een derde dag naartoe zou willen gaan. En dat heb ik bij weinig parken heb ik dat, hoor. Dat heb ik echt bij weinig parken heb ik dat. Wow. En bij dit park heb ik dat wel. Want bijvoorbeeld een Hansa Park... Was ik er 2 dagen en had ik echt wel zoiets van, nou, in 1 dag had het ook wel gekund. Maar hier, als je hier 3 dagen naartoe zou gaan, je kan je 3 dagen goed vermaken. Klopt, maar ja, ik ben zeg maar de achtbaan, het is allemaal zo een beetje onsoepel. Ja, het is klassiek, daar moet je van houden. En maar qua aanbod aan merchandise, echt, ik hou niet van merchandise kopen en zo. Ik wel. Maar ik moet je toch eerlijk toegeven dat het hier wel aantrekkelijk is om gewoon te kijken. Ja, goed hè. De tweede dag zijn we hier gekomen eigenlijk met online ticket gekocht. Online ticket hebben we al eerder in de vlog gezegd. Was dan 23 pond in plaats van 39, dus dat scheelt gewoon 16 pond. Zo, even tussendoor, kijk dat reuzenrad hoe snel dat draait. Oh. Dat reuzenrad draait echt snel. Nou, goed mensen, bedankt voor het kijken naar deze Blackpool Pleasure Beach. Het was dus een surprise eigenlijk, hè, waar we naartoe zouden gaan. En wie weet komt er nog wel een keer een surprise. Maar dat gaan we vanzelf alweer een keertje zien. Toch Quincy? Ja. Ja, zei je wat? Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze Blackpool Pleasure Beach vlogs. Ja. En dan zou ik zeggen, tot een volgende vlog. En waar dat zal zijn... Dat zien we dan wel weer. Dat zien we dan wel weer. Ik heb wel weer wat op de planning staan. Dit gaat ook wel een jaarlijks iets worden, denk ik dit. Ja. Ja, toch wel? Ja, nou, ben ik blij om te horen. Wel met dit weer, anders ga ik naar huis. Ben ik blij om te horen, want ik wil je sowieso weer terug naartoe. En natuurlijk voor Halla, maar goed. Maar ik kom bij zo trots. Doei! Oh ja, trouwens, als jullie gelachen hebben de afgelopen dagen, geef deze video dan even een duimpje omhoog. Doei! Quincy, wat heb je nou gedaan? Nou, ze hebben mijn tas gesloopt. Hey, jongens, Quincy heeft een tas gekocht op AliExpress. Nou, hier zie je maar wat ermee gebeurt.